Ja, gisteravond was ze er al heel dichtbij, Lisa Noren. Toen werd ze tweede. Nu pakt ze dan toch de overwinning met de VDA-groep Centora de Valiro. Lisa, was een toprondje. Wat vond je er zelf van? Ja, ik vond het een heel fijn rondje, maar dat vind je altijd als je gewonnen hebt, denk ik. Maar ik vond het heerlijk lopen. Ze sprong ongelooflijk, dus ik ben er heel blij mee. Was dit een beetje een revanche op gisteravond, toen je dus net achter het net viste? Ja, volgens mij wel. Ik wou toch een paar keer vooraan mee proberen te doen hier. En ja, dat is toch wel gelukt. Ja, want Jumping in Maastricht, erkend als een van de hoofdsponsors VDL Groep. Dat is ook jouw sponsor. Maakt dat het extra belangrijk? Ja, dat maakt het toch wel belangrijk voor mij persoonlijk eigenlijk om hier goed te presteren. En ja, het maakt het nog extra leuk. Zoals gisteravond was de VDL Groep prijs. Dus dat maakt het nog wel extra leuk, ja. Ja, en toen werd je er afgereden door Lauren Huff, notabene. Ja, iemand die een beetje dezelfde stijl van rijden heeft. Net als jij natuurlijk getraind is door je vader Henk Noorden. Hoe was dat? Ja, dat is natuurlijk... Lauren die heeft jaren ervaring. En, dus ik gun het er ook wel. Vooral met Olala. Dat is een ongelooflijk paard. Maar ik ben toch wel blij dat ik er dichtbij zat. En ja, dat gebeurt. Dat hoort erbij. Maar je zit in de flow. Dus hoe denk je over morgen, de grote prijs? Nou, ik, ja, inderdaad, ik zit in de flow, maar ja, alles kan nog gebeuren en je hoopt natuurlijk op het beste en gewoon weer opnieuw. Het is een nieuwe dag, dus opnieuw concentreren en proberen zo goed mogelijk te rijden. Nou, veel succes. Ik heb er vertrouwen. Dank je.